zo van Ramdoet. De oorspronkelijke tegenstander die was veel te zwaar. Dus ik kon niet vechten, die moest afzeggen. Maar op het allerlaatste moment? Allerlaatste moment. Schandalig eigenlijk. En ik vind ook dat er gewoon een boete op moet staan. Je benadeelt de vechter mee, de tegenstander uiteraard en ook nog eens een keer de organisatie. Maar gelukkig staat er altijd wel iemand klaar. Maar ik vind het wel extra moedig en extra knap dan van zo'n Richo van dat hij dan gewoon zo de ring in durft te stappen. Niet, zo, tegen zo niet tegen de minste, je staat gewoon tegen Holske, Holske Junior. Dus ja, weet je, dus dat laat ook gewoon, getuigt ook gewoon van lef, ballen en ja, dat je voor niemand bang bent. Ik vind het ook wel, het lijkt me ook wel een soort prestige ding, is het niet zo? Als je dan ja, tegen, zeker weten. Als je tegen zo'n naam kan winnen. Het gaat deuren voor je openen. En nog helemaal op zo'n event, boxing influencers. Je weet dat veel mensen zullen kijken, veel trainers zullen aanwezig zijn. Dus het is alleen maar goed. En hij is nu natuurlijk echt de underdog, hè? Want je weet niet zoveel ervan. En er wordt natuurlijk heel veel verwacht nu van Holske. Want Geraldo, die kwam ook heel veel bombarie, die kwam niet op. Met een hele grote show, zegt net zijn vader. En zijn vader staat ook in de ring. Ja. Nou, hij heeft zijn hele familie ook bij zich, dus dat geeft je allemaal natuurlijk extra power, extra motivatie om het beste neer te zetten. Wat weet jij van Geraldo? Heb je hem wel eens eerder zien vechten? Ja, zeker. Allroundvechter. Hij kan boksen, hij kan trappen, hij kan clinchen, knieën. Hij kan eigenlijk alles doen. Gevaarlijke vechter is het, zo jong als hij is. Nou, kijk even, 15 jaar, maar kijk het lijf. Ja, dat is toch echt, geweldig? Erg bizar. Hij staat ook als zijn vader, loopt als zijn vader, lijkt op hem. Ja, ik vind het gewoon echt heel mooi te zien. Weet je, iedere vechtsporter zou het leuk vinden als ze eigen kinderen gewoon, weet je, trainen in de voetbal. Leuk vinden? Ja, tuurlijk. Helemaal mijn zoon. Maar ja, die is met andere dingen bezig. Ja, ja maar we hebben het laten we over. Ja. Maar goed, terug naar de wedstrijd. Ze gaan beginnen. Richard van heeft er zin in. Ja, Nicky geeft zijn zoon nog even een zoen. Ja. Een aanmoediging. Ja, dit is wel een ding hoor. 15e. Hoe oud was jij toen jij begon? Oei, zo. Zo gelijk een draaitrap. Sprongen van Geraldo. Zo, ze gaan er gelijk vol bovenop al bij. Oei, knie naar het lichaam bij Richo van. Zo. Afhoudje. Hij doet heel goed, makkelijk met zijn benen. Je ziet wat hij doet. Is het verstandig om gelijk alles te geven in het begin? Nee, tuurlijk niet. Maar ja, goed, weet je anticipeert ook op wat je tegenstander doet. Zo. Dus dan ga je er vaak in mee en heb je vaak een minuut ongeveer nodig om dan eventjes gewoon je rust te bewaren en dan je eigen spel te spelen. Ja, het is natuurlijk ook misschien het jeugdig enthousiasme of zo. Ja, dat ook. Dat vol adrenaline dat je gelijk dan maar er gewoon nog in gaat. Ja, goed, Geraldo die gaat eigenlijk al gewoon heel snel voor de kill. Zo. Alles wat hij in huis heeft, dat gebruikt hij bij hem. Maar dat wat hij probeert te doen, hij schopt hem ook een paar keer onderuit. Vegen, onderuit halen. Dat is gewoon voor de energie, dat kost wel energie. Nou, om gewoon ook een beetje te vernederen. Natuurlijk. Ja. Binnenkant been zag ik al net van Geraldo. Hij ook veel voorwaartse trappen in het lichaam. Die lucht even eruit te trappen. Lichaamstoten geeft hij ook. Einde van de eerste ronde. Dat was de eerste ronde. Wat vind je ervan? Zo snel kan het gaan. Eerste ronde, nou goed. We hebben het beide gezien. Beide vechters enthousiast. Supersterk. Alleen ja, goed, Geraldo is toch getrainder denk ik ook. En scoort ook veel beter. Ja, hij is natuurlijk ook wat langer voorbereid. Hè. Hij heeft zich meer kunnen voorbereiden op deze wedstrijd. Ja. En hij heeft natuurlijk ook een, weet je wel, je ziet wel dat hij al ervaring heeft. Veel wedstrijden al gewonnen. Ja, nee, maar ja, goed, als je een invalpartij aanneemt, mogelijk excuses moeten ook gewoon wegvallen voor de tegenstander. Weet je, kijk, je hebt het aangenomen. Op dat moment moet je er gewoon voor gaan. Ongeacht je trainingsuren, je voorbereiding. Met de best man win, klaar. Maar ja goed, nu de eerste ronde, we hebben gewoon gezien dat Geraldo beter is. Richo van lijkt ook een beetje moe al. Ja, die gaat wel wat zwaarder ademen. Handen zijn ook iets lager. Ja. Ja, Geraldo gaat weer echt voor die lichaam stoten. Goede low kicks. Hij blijft wel vooruit lopen. Ook, pak vast, knietje naar het lichaam. Omdat de jongens ook, het valt nog onder de jeugdpartij, hebben ze daarom ook bescherming. Ja. Dat zijn wel dingen die belangrijk zijn. Dat waren wel natuurlijk flinke raken klap op het lijf van Richo van. Goede bodyshots. Afmaken met de low kick. Het is natuurlijk maar 3 rondes van 1,5 minuut. Lijkt kort, die gaan heel snel geven. Ik net aangaf, Geraldo's allround. Je ziet hem ook gewoon van, weet je, hoofd, lichaam, benen werkt hij. Lekker combinerend. Blijf de aanval ook opzoeken. Lijkt hij met vechten ook op zijn vader, zie je dat? Ja, zeker. Zeker weten. Geen twijfel over mogelijk. Heel agressief, maar wel doelgericht. Technisch vooral. Blijft kijken. Gecontroleerd. Ja, het is. En ook gewoon gevarieerd, weet je. Hij heeft gewoon een hele trucje dat hij eruit komt. Nog even een keer onderuit. Ja. En zo is het einde van ronde 2.
en 5. Ja. Ja. Als je nu kijkt, dan denk ik qua punten. Als je er anders had, gewoon voor. Ja. Dat is duidelijk. Je hoeft geen zorgen te maken tenzij er iets heel geks gebeurt. Of hij zou nu KO moeten gaan, maar dat gaat niet gebeuren. Dat zie ik echt niet gebeuren. Is het, kan dat gebeuren met zo'n helm op je hoofd? Als je hard genoeg slaat, zeker. Of als hij, als je Rizin van een goede trap of stoot op het lichaam geeft van Holsker. Waardoor hij bij zijn lever of iets dergelijks, gewoon in zijn maag, zoveel pijn ondervindt dat hij niet verder kan gaan, niet eroverheen kan komen. Dan kan die wedstrijd ook gestopt zetten worden. Ja. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. We gaan de laatste ronde in, ronde nummer 3. En tot nu toe stelt het absoluut niet teleur. Geraldo Holsker laat zien wat hij allemaal in huis heeft. Nou, maar Richard van die staat er nog steeds. Zeker. Handen gaan weer hoog, weet je, dat is ook echt belangrijk. Ja, scheidsrechter zijn stop, loslaten. Ja, je mag hem natuurlijk niet in het vaste laten houden. Gewoon de actie moet dan direct volgen. Geraldo probeert die veeg al een aantal keer te doen, maar het werkt niet. Zou ik het eigenlijk ook niet meer doen. Vermoeidheid speelt hem wel bij beide vechters al een beetje, dat zie je. Ja. Het is iets minder agressief, iets richters als ze kijken meer, maar toch, als Geraldo komt, zijn er 3-4 technieken. Dat is een ongebruikelijke trap. Zag je dat als Geraldo deed? Ja. Tot van de buitenkant binnen met zijn hiel. Weer een draaitrap. Mooie aanval van Geraldo. Bij die low kick, hup, en neem die over. Lichaam, weer die trap. Dit had niet nog een paar rondes moeten duren. Nee, zeker niet. Nou, Geraldo, hij is helemaal kapot. Van de trek niet meer. Handen gaan laag, schud ook mee. Nee. Nou, klaar. Einde partij. Tot zo, man. Ja. Kijk, ze lachen allemaal. Ja, dat snap ik ook wel. Heel mooi, kijk even wat Nicky doet. Gaat even naar de hoek. Even Richard van ook eventjes bemoedigend woorden toespreken. Bedankt ook. Ja, je moet het toch maar even doen, hè, zo ineens. Inderdaad, zo last minute. Gewoon even daar gaan staan met zoveel mensen die naar je kijken. Een hele volle sportzaal hier. Nou, even laten zien, hij heeft hard. Sportief ook. En hij doet het. Hij faalt er wel van, Richard van, zie je? Ja, tuurlijk. Hij had er zelf iets meer van verwacht, waarschijnlijk. Hij krijgt vast wel weer een kans en dan is hij wel gewoon goed voorbereid. En dan zal die wedstrijd een andere uitkomst hebben. Maar voor nu heeft hij gewoon een leuke partij neergezet. Ja, en alle respect nogmaals voor hem sowieso. Het belangrijkste. Maar het was wel duidelijk, volgens mij, wie hier in dit geval sterker was. Ja, Geraldo is vingertje al omhoog. Kijk, die powder. Zelfvertrouwen ook, hè? Ja, die kijkt eruit. Ja. Oké, dames en heren, de winnaar van deze partij.